is dat nou met jou gezegd? Hey? Wat is dat nou? De demente ouderen in verzorgingstehuis De Naaldhorst in Naaldwijk leven er helemaal van op. De honden van Eihondenproject Westland. Om de 2 weken komen er verschillende honden langs waar de oudjes lekker mee kunnen knuffelen. Ik had vroeger ook wel een hond, ja. Ik heb een foxterrier gehad en hoe heet dat, zo'n witte. Oude herinneringen brengen ze los van de mensen. Een hele hoop mensen die hebben zelf natuurlijk ook honden gehad. En ja, en dan zie je gewoon die glimlach weer op de gezicht komen en worden de mensen gewoon heel gelukkig van. Maar er zijn meer vrijwilligers met hun hond nodig om de verschillende verzorgtehuizen in het Westland te bezoeken. Je hebt daar geen speciaal getrainde hond voor nodig. Het is wel van belang natuurlijk dat je hond goed gesocialiseerd is, want je werkt in groepen met andere honden. En dat je hond gewoon naar de mensen toegericht zijn, dat ze het gewoon leuk vinden, zeg maar, om omgeaaid te worden. Nou, ik vind het wel gezellig om een hondje op schoot te hebben, ja, ik vind het leuk. Hé? De mensen die het zien zitten om met hun hond mee te doen aan het Eihondenproject moeten zich verbonden voelen met ouderen en vooral demente ouderen. Het is maar een uurtje in de week en je kan het om de 14 dagen doen of elke week. Net nagelang hoeveel tijd jij hebt en ja, daar zijn wij heel erg mee geholpen. Mensen kunnen zich opgeven voor het project bij hondensportvereniging De Vrije Sprong in Schavenzanden.